Tommy Jarier heeft deze week zijn contract bij FC Groningen verlengd tot medio 2015. Jarier had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Ik speel nu al 5 jaar. Ik heb best goed naar mijn zin. En natuurlijk kijk je ook naar andere opties, maar goed, ik voel me op dit moment nog goed bij Groningen. Ik denk dat ik hier nog door kan groeien, dus vandaar dat ik hier 3 jaar bij heb getekend. Jarier, dat is een overtreding die voor Jarier gelukkig geen kwalijke gevolgen heeft. Jarier met 0-1 op zijn voet, die maakt 0-1. Ik denk dat ik nog steeds in deze aantal jaar niet mezelf heb laten zien, dus dat wil ik nog wel doen. Ja, want wat kunnen we dan de komende 3,5 jaar van jou nog zien? De Groningen is gewoon een prima club om door te ontwikkelen. En misschien hierna een stapje hoger op. Jarier speelde tot nu toe 98 keer in de hoofdmacht van de FC en maakte daarin 3 doelpunten. Welke van de 3 was nou de mooiste? Ik denk de eerste in de Euroborg. Het was wel de 5-1, maar goed, het was thuis. En dat was volgens mij, denk ik, 4 jaar geleden. 3,5 jaar geleden? 3,5 jaar geleden. Het was het mooiste omdat hij thuis was. Jarier, en daar is de 5-1. Jarier heeft voor de komende jaren nog genoeg ambities. Zo wil hij zich met FC Groningen eindelijk weer kwalificeren voor Europees voetbal. We zitten nu al 4 jaar en steeds een play-offs, steeds zit je er tegenaan. Alleen het is nog niet gelukt. Dus dat is een van de ambities ook voor mezelf. Om met FC Groningen nog Europees voetbal te gaan spelen. Jarier, knap doorgelopen. Oh! Op de paal in de verre hoek. Ondanks een stroeve competitiestart staat FC Groningen weer op een positie waarin het aan Europees voetbal mag denken. Jarier begon dit seizoen als rechtsback, maar ontbrak de laatste 2 duels vanwege een blessure. Als ik heel eerlijk ben, persoonlijk zie ik jou liever op middenveld. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ja, ik zelf ook. Dus daar kan ik wel kort over zijn. Ik zie mezelf ook op middenveld. Ik ben meer middenveld dan rechtsback. Maar goed, ik wil gewoon spelen. Dus als ik daar wat neergezet, dan speel ik daar gewoon. Pedersen, terugleggen Jarier. Goeie goal. Hele goede goal zelfs. 36e minuut. En Jarier herstelt het evenwicht.